We zijn te gast bij de bijenvereniging in Budel, de Imer. En we gaan nu een experiment doen waarbij de koningin in een kluisje wordt gezet. En dan zullen we straks met de wiggelroede zullen we proberen of we die koningin terug kunnen vinden in de bijenkorf. Hierbij een opname van de tuin waar de bijen heerlijk in gang kunnen gaan. En de nectar verzamelen voor de producten die je ook bij hun kunt kopen. Hier ziet u de bijenkasten staan met vrije vlucht naar de tuin toe, over een vijver heen. Prachtige omgeving die ze hier gemaakt hebben. Ja. Ik denk dat je helpt met schroevendraaitje. Ja, voorzichtig. Ja, zet er dat is een bij. Ja. Zo. De imkers gaan nu de kluis verbergen in de korf. In de kast. In de kast, ja. Neem me niet kwalijk. In de kast, waar ze thuis horen. Waar ze thuis horen. En de wiggelroederloper gaat nu proberen om de kluis te voelen. Ja. En dan moet ik precies gaan bepalen je hebt al een gevoel daar heb ik een gevoel nou dus hier nou ga ik dus naar onder dus en of ik dat aan deze kant doe of aan deze kant maar ik ga gewoon even aan deze kant omlaag. Dus ik ga het nog een keer proberen. Ik ga nu aan deze kant proberen. Of ik dus. Ja. Dus op deze lijn zo ongeveer. Ja. En met hoeveel nauwkeurigheid kun je dat? 3 vierkante centimeter. Wow. Goed. Nou, aanwijzen. Dus ik ga hier omlaag. Dan komt die. Daar. Ja. En dan kan ik daar boven overheen gaan. En dan komt die daar. Dat is hem. Nee, zoals die is. Een beetje gekruist. Ja, prima. Ja. Nou, kijk. Zie je het gele kluisje?
Motverdorie. Ik zit er langs. Ja, maar daarom vroeg ik ook de nauwkeurigheid. Ja. Nu hebben we dus gezien dat hier in het gele kluisje... ...zit de koningin. Ik ga me schieten. Nee, ik ging tot tussenuit. Oké. Okay. Dus dit is... Nou ben je niet meer bang voor de bijen. Nee. Dit is de diepte aangegeven met de wiggelroede. Het komt overeen met de positie van het kluisje in de bijenkast. En ook in de breedte kwam die positie ook overeen. Dus ja, of het bewijs geleverd is... Dat, nee, dat zou je...